Een hele goede morgen en welkom bij weer een nieuwe video van mij. Ik ben in huis op Pontecorvo en ik ga vandaag wat leuks doen. Wat leerzaams doen en ik hoop dat ik er veel van ga opsteken. Hier achter mij staat Lara Pontecorvo. Goedemorgen, schat. Broodje. Hoe gaat het? Goed. Ja? Alleen het brood is uit. Is het brood uit? Ja. Kun je het nog even? Nee, je kan nog wel eten, joh. Het is wat sponsy. Ja, maar het is echt oud. Tosti van maken dan? Oh ja, dat kan natuurlijk wel. Gewoon een tosti. Tosti! Ik ga naar Delia Clinic. Jij gaat naar Delia. Ja, ik ga naar Delia. En spannend. Kijk, hier moeten jullie zien. Dit zit er gewoon op mijn gezicht. En dit had ik vroeger zo veel. Als er mensen kijken die mij kennen, ik ga dus ook naar Delia. En mijn huid is al zoveel verbeterd. Ja. Ja. Vergeleken voordat ik zichtbaar kan. Dus ik denk dat het bij jou zeker ook gaat zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Succes. Veel plezier ermee. Tot straks, schat. Joe. Yay. And arrived. Goed, om jullie een klein beetje meer een indruk te geven waarom ik hier precies zit, is niet alleen omdat ik het gewoon lekker vind om een gezichtsbehandeling te nemen, maar ook omdat ik eigenlijk mijn leven lang al te maken heb met echt een vervelende huid. Ik heb een genetische aandoening uit Colombia van mijn biologische moeder. Het heet steatocystoma multiplex. Het zegt, hoop ik, bijna niemand iets. Het is een aandoening die ook echt maar heel weinig voorkomt, en niet eens 1% van de wereldbevolking heeft het. Het heeft er gewoon puur mee te maken dat het talg wat je huid normaal produceert, dat komt via de haarvaatjes naar buiten. Maar dat heeft dus verbindingjes nodig om naar buiten te gaan. En die heb ik op heel veel plekken op mijn lijf niet. Dus ik heb gewoon overal wel talgproductie, maar het kan nergens uit. Dus dat gaat gewoon ontsteken. En dat heb ik letterlijk van top tot teen gehad. In mijn puberteit heb ik dat echt heel heftig gehad. Zoals dit zaten mijn hele wangen, die zaten er vol mee. Mijn nek zat er helemaal vol mee. Mijn hals, mijn borst, mijn schouders. Vaak als ik tegen een stoel aankwam, dan verkrampte ik van de pijn van de plekken die er zaten. En ja, ik ben daar heel onzeker door geweest. En eigenlijk nog steeds wel, moet ik zeggen. Want echt van lichamelijke aanraking kan ik gewoon niet echt genieten. En ja, dat belemmert je gewoon in heel veel dingen, zeker in intieme momenten. En ik merk wel, hoe ouder je wordt, hoe minder druk je erom maakt. Dus dat scheelt gelukkig weer. Ik ben in die zin niet meer onzeker dat ik me niet meer durf om te kleden. Of dat ik niet in een hemdje meer durf te lopen. In principe, nu heb ik gewoon de leeftijd dat ik denk, hey, vind je het niet leuk? Zoek het uit. Ik ben ik. En ik doe het niet met opzet. Ik kan er ook verder vrij weinig gaan doen. Behalve goede behandelingen nemen. En sinds Laura dus bij Delia is geweest, heb ik ook een beetje contact gehad met Delia. En die zei, ik wil je heel graag zien. Ik wil heel graag kijken of we dit kunnen verbeteren voor je. Dus ja, ik ben altijd benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen. En volgens Delia kunnen we er echt wel wat aan doen. Top, nou ik zit binnen. Dit is Delia, jongens. Jullie kennen haar waarschijnlijk uit de video's van Laura. Maar voor degenen die dat nog niet hebben gezien. Wie ben je? Dit ben ik. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Delia van Delia Skin Clinic. En Alfredo is hier. Ja, inmiddels weten jullie ook wel dat hij, je hebt dat wel vaker verteld, dat je een huidprobleem hebt. Ja. En wij werken eigenlijk op een hele andere manier, heb ik je net ook uitgelegd. We gaan veel dieper op het probleem in. Dus we gaan ook echt samen naar zijn voeding kijken. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja. Alles wat hierin gaat, komt er ook weer hieruit. En jullie weten, er gaat nogal veel in. Dus ik ben heel benieuwd wat we daarmee kunnen doen. Ik moet eigenlijk al je vlogs gaan kijken wat je allemaal eet. Ja. Dus we gaan ook een voedingsconsult doen samen. Maar we beginnen vandaag eventjes bij het standaard riedeltje. We gaan de skincheck doen. Super leuk om, om de foto's te zien wat er uit gaat komen. Ja. Want inmiddels heb ik al zoveel ervaring dat ik enorm veel met het blote oog zie. Maar dit is toch even leuk om te weten. Ja. Ja. En dan gaan we al heel intensief behandelen vandaag. Dus dat gaan jullie ook zien. Yes. Gewoon zien. Dus we gaan lekker starten. Let's go. Top. Yes. Dankjewel. Leuk. En dan komen nu de foto's. Geweldig. En dat zijn de drie foto's. We hebben dus drie foto's gemaakt, waaronder de eerste foto. Dat is eigenlijk de foto aan de buitenkant van je huid. Dit is je huid, hè? Dat kennen jullie nog wel van biologie. Dit is de buitenkant van je huid. Ja. En dan eigenlijk nog wel even met een mooie bril. Dan die foto is in de tussenliggende huid. En de laatste foto, dat blauwe, dat lijkt eigenlijk heel erg op een röntgenfoto. Ja. Dat is in de onderliggende huid. Dus dan gaan we echt net niet tot het bot, maar wel in de onderliggende huid.
De onderdelen die we gaan bespreken zijn je poriën, je rimpelvorming, je pigmentatie, je talgfunctie en je vocht en je elasticiteit. Maar we gaan nu eigenlijk per onderdeel gaan we hem openen. Eens even bekijken. En dan komt je foto dus heel groot te zien. Kijk. Oh. Ja. Het lijkt een soort confetti wat er over je huid heen zit. Zo. Ja. Dit zijn dus al jouw poriën. En dat is eigenlijk ook een beetje jouw probleem, hè? Want jouw probleem is een te veel aantallig. Ja, ja, ja. En je ziet ook heel goed dat je enorm veel poriën hebt. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dit is dus een puntje dat als we straks ervoor zorgen dat jouw talgproductie minder gaat worden, dus door middel van voeding en van goede producten, dat we er ook voor gaan zorgen dat die poriën gaan verfijnen. Je rimpelvorming. Nou, daar ga ik heel kort zitten en hier blijf ik niet voor je rimpelvorming, want die is enorm laag en die heb je bijna niet. Klopt. Door je afkomst natuurlijk heb je daar minder last van. Ja. Want over het algemeen is het zo dat hoe getinter je bent, hoe meer collageen je ook aanwezig hebt in je huid. Dus dat is echt een toppunt. Pluspuntje. Pluspuntje. Ja. Maar waarom ik hier ook kom is dat hij heel mooi uitvergroot hier de foto. Oh ja, kijk jongens. Nou, wat je heel goed kan zien, en daar komen we straks ook weer op, is dat je heel veel pigment hebt overgehouden van de pukkeltjes die er hebben gezeten. Ja, kijk jongens. Kijk. Daar zit hij. Maar zie je ook Kabeltje. De poriën? Ik weet niet of je dat op de camera terug ziet komen. Zie je al die kleine gaatjes hier zitten? Ja. Dat zijn dus die poriën die we net zagen in dat gepikkelde. En dit is inderdaad het puntje wat ik echt heel belangrijk vind. Nou, je ziet het al inderdaad staan. Pigmentatie. Heel ernstig. Kijk, en daar hoort het eigenlijk te zitten. Ja, dus het hoort eigenlijk officieel hier te zitten, hè, als we zo kijken. En jij zit inderdaad heel erg in het zwarte gedeelte. Ja. Dit heeft puur alleen te maken met littekenweefsel. Ja, is gewoon... En bij jou is vooral het littekenweefsel woekering van de huid. Dus dat het wat samengetrokken is. Hè? Vooral een beetje op je wangen. Ja, Maar vooral het grootste gedeelte pigmentatie. Ja. We gaan één laag dieper. En dan zie je ernstiger. Zie je? Klopt. Dus de pigmentvlekken die worden intenser. Daarom zoek ik altijd goed licht, jongens, met bepaalde foto's. Ja, dat weet ik. Want dan krijg je dat... Jullie moeten verklappen. Flits je het altijd in één keer weg. Dan gaan we nog één laagje dieper. Kijk, deze en dan is helemaal wordt het ernstig. Avatar. Want dan zie je, dan zie je eigenlijk dat je alleen nog maar een soort van skibril hebt die niet gepigmenteerd is. Maar dit donkere is allemaal pigmentatie. Hier moeten we wel echt wat aan gaan doen. Gaan we even naar het volgende puntje en dat is je tallig. En dit is heel opvallend en je gaat echt denken, hoe dan? Ja. Wat staat er? Weinig tallig. Maar op zich... Klopt dat ook wel? Want wat er dus eigenlijk, zoals ik mij dat uitgelegd heb gekregen, wat er met mijn huid aan de hand is, is er is wel talgproductie. Maar er zijn heel vaak geen plekken of geen verbindingjes waardoor het naar buiten kan. Ja. Dus het is er wel, maar het zit gewoon verstopt in mijn huid. Verstopt. En het komt dus dan niet naar buiten. Dus op zich snap ik best dat het aangeeft dat er vrij weinig zit. Ja. Want de aanmaak bij jou is gewoon maar het komt gewoon niet naar huis. Nee. Ja. Nou, we gaan weer naar het volgende puntje. Ja. Ik behandel alleen het vocht. En de elasticiteit. Je vocht is logisch. Hè? We hebben het er net over gehad dat jij inderdaad zegt van... joh, ik merk eigenlijk dat als ik zo min mogelijk aan mijn huid doe, dat hij het beste werkt. Dus dat komt dat je dus ook dat inderdaad een droog bijna niks houdt. Doet. Ja, ja, dus klopt. Dat klopt. Dus dat is dan meteen dat we denken, ja, dan snappen we waar het aan ligt. Ja. Maar je elasticiteit, dat vind ik wel een puntje. Die is erg laag. En dat heeft vaak te maken met dingen in je lichaam die gebeuren, waardoor het als eerste bij je huid vandaan gaat. Je moet zo zien, als je ziek wordt, of je hebt stress, of burn-out, of je hebt iets heel heftigs meegemaakt in je verleden, of nu. Ja. Dan kan het zijn dat dat gaat vreten aan je elastine en aan je huid. Yes. Je hoeft niet te vertellen wat het is, maar als jij je kan vinden hierin, dan weten we waar dat aan ligt. Mensen die ook chronisch stress hebben, dus die veel stress hebben, die hebben daar ook vaak heel veel last van. Dus dat is vooral met stress, vermoeidheid, stress, ziekte. Vermoeidheid, ziektes, iets vreselijks meegemaakt. Het kan van alles zijn wat heel veel impact heeft gehad op je lichaam. Dus... We gaan lekker aan de slag. We gaan behandelen. Let's go. Ik ben zo benieuwd wat je gaat doen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, daar lig ik jongens. Vertel, wat gaan we doen? Ga je martelen? Nee hoor. Kom maar door. We gaan
vandaag de meet and treat doen. Dat is eigenlijk altijd de eerste behandeling die we doen. Dus wat ik ga doen is dat ik 5 tot 8 laagjes van je huid ga verwijderen. Ik ga zo uitleggen door middel van een stuk huid hoe dat werkt. Want dat klinkt enorm veel, maar je hebt er gelukkig enorm veel. Ja. Ik ga nu eerst even beginnen met je huid te reinigen. Daar gaan we mee beginnen. En dan ga ik direct een glycolic acid peeling aanbrengen. Die dus die 5 tot 8 laagjes gaat veranderen. En tijdens dat hij erop zit, ga ik straks uitleggen wat hij doet. Deze gaan we aanbrengen. Dit is een glycolic acid stof. Zeg je waarschijnlijk zo niks. Nee. Het is eigenlijk van natuurlijke afkomst. Want het is gewonnen uit suikerriet. Okay. En deze gaat er dus voor zorgen dat 5 tot 8 laagjes aan de buitenkant van je huid... Het is wel weer even leuk om dit stukje erbij te pakken. Ja. Aan de buitenkant van je huid, dus echt die buitenste huidlaag, dat we daar 5 tot 8 laagjes gaan verwijderen. Ja. En ik ga zo eventjes snel uitleggen hoe de huid werkt en waarom ik dat dan moet verwijderen om echt verbetering te krijgen bij je. Yes? Dus we gaan hem even aanbrengen. Dit gaat trouwens enorm, enorm prikken. Maar je bent inmiddels natuurlijk wel wat gewend. Ik zou nou zeggen, jij denkt dus dat ik nog nooit wat gehad heb. Nee. Oh, lekker, ik voel het. Ja, je voelt hem. Ja, ik hou ervan, want ik zeg altijd, als je iets voelt prikken, dan werkt het. Tenminste. Ja hoor. Nee, ik vind het heerlijk, heerlijk ook. Je voelt het inderdaad echt tintelen. Ja. Het voelt een beetje als alcohol op een wondje. Precies. En het is dus niet een kwestie van 1 keer lekker een behandeling doen, nee. Maar precies zoals sporten, onderhouden. Precies. Oké. Ik ben Nagaisha. Ik lig hier nu even 15 minuten met een masker. Kun je vertellen over dit masker? Ja, tuurlijk. Ik heb bij Alfredo, dat doen we eigenlijk nooit. Want we doen in eerste instantie eigenlijk altijd een kalmerend. Want we hebben die 5 tot 8 lagen weggehaald. Maar Alfredo heeft natuurlijk inmiddels heel veel behandelingen ondergaan. Dus hij kan ook iets veel sterkers hebben. Plus, zijn huid is sterk genoeg. Dus we hebben een acne masker aangebracht. Die nog een keer gaat exfoliëren. Dus er zit een hele grove korrel in. Dat voelde je net. Dus die hebben we ingescrubt. En je voelt hem denk ik ook prikkelen, of niet? Ja, hij tintelt. Hij tintelt. Hij is heel erg ontstekingsremmend en talgverminderend. En dat is iets wat heel belangrijk is. Ja. Je krijgt dit pakketje mee. Dit is een soort van nabehandeling van vandaag. Want het is voor de komende 2 weken. Dus je gaat de komende 2 weken hiermee aan de slag. Ja. Van Image Skincare. Medisch cosmetisch product. Dus het gaat echt in die cellen aan het werk. En het ligt niet als een laagje erboven. En dat hebben we nodig. Nou, ik ben helemaal rozig met een paar grote bulten op mijn gezicht van de behandeling natuurlijk. Maar het voelt heerlijk en ik heb nu al een beetje dat radiant effect op mijn gezicht. Ja. Ik ben benieuwd. Dag lieverdje. Jongens, ik ben inmiddels thuis. Ik heb een hele fijne behandeling gehad. Ik heb mijn bril er maar even bij opgezet. Niet alleen de behandeling zelf, maar ook hoe ze het vertelde en gewoon de producten die je dan kan gebruiken. En ze weet er echt alles van en ze weet je zo enthousiast te maken. Ik ben thuis, ik sluit hem eigenlijk af, want we hebben heel veel materiaal. Luca die staat hier tv te kijken. Wat ben je aan het doen? Kijk tv. Want zeg maar, als je zit, dan kun je het eigenlijk niet zo goed zien. Jongens, vond je het leuk, vond je het leerzaam, vond je het interessant? Doe even een duimpje omhoog. Ik draai hem even om voor het licht. Vergeet je niet te abonneren. Ik zet de link ook even in de beschrijving neer naar Delia's kliniek. En mocht je vragen hebben, hoor ik het graag. Ciao!